Er zijn ook mensen die ons niet serieus nemen. Heb je dat gemerkt laatst? Heb je Kees Boman vanochtend op Radio 1 gehoord? Kees wie? Kees Boman, dat is toch een beetje het politiek geweten van Den Haag, absoluut, toch? Kees, ja, loopt er al eeuwen rond. Heel lang. Bijna 70 jaar is die. 18 denk ik. Kees weet, ja, die heeft ook dat de Geer nog meegemaakt. Ja, die heeft zo. De tweede kabinet de Geer, ja, was extra die parlementair, was die weet hij allemaal. En die was vanochtend opeens, nou, hij zei dingen over ons. We waren echt van slag toen we dat hoorden op de redactie. Dat betekent dat iedereen zich wel bewust is dat je politiek belangrijk is, dat er iets gebeurt. En dat is ook goed. Maar de aard van de informatie vind ik soms wel zo vervlakkend en soms ook wel plat. Ja, dan mag die kloof wel weer wat groter worden. Nou ja, kijk naar Vandaag Insight. Hè. Daar wordt zonder enige kennis, zonder dat ik een van de betrokkenen, niet de twee journalisten Sam Hagens en Merel van Eck, die ik op zich wel goed vind en dapper dat ze daar zich staande weten te houden, maar ook meegezogen worden in een soort stijl van analyseren die in ieder geval in principe niet op kennis is gebaseerd. Ja, ik weet niet hoe het bij jou aankomt, Johan, maar ik ben even vanmiddag van school geweest, hoor. Ik ben helemaal van mijn apropos. Ja, ik merk het ook aan. Maar ken die helemaal niet. Ik was al niet op mijn apropos, maar nu helemaal niet meer. Maar ik ken deze meneer goed, want... Enorme lul. Nee, volgens mij een heel aardige man. Een brave opa. Heel aardig ook. Ik ga altijd smiddags tegen een uur of 5. Dan ga ik even op de bank liggen, sigaartje roken. En dan is dat melige talkshowtje waar je vanzelf bij in slaap valt van Max. Max, oh ja. Met die twee hele vriendelijke, ongevaarlijke mensen. Oh ja. En met oninteressante gasten. En dan zit hij altijd tussen. Oh. En ja, weet je wel, het is heel voorspelbaar wat hij zegt. Heel vriendelijk. Heel vriendelijk. Ik neem de man eigenlijk nooit serieus. Maar hij ons ook niet, dus. Dus dat is wederzijds. Maar dat vind ik wel kwalijk. Ja, dat is wel... Nee, joh, die speelt helemaal geen rol meer. Maar ik heb gezegd dat rennen door die gangen geen enkele zin heeft. Ik heb dat meegemaakt. Ik zat in de voetbaljournalistiek en toen werden die spelers lastig. En dan moesten die verslaggevers... Mensen met twee kinderen en een gezin, die moesten achter zo'n snotneus door de gang aanrennen voor een paar quotejes. Heb ik beneden gezegd, nou, dat zou ik van mijn leven niet aan meedoen. Nee. Dat ze maar stikken in hun quotejes. Hij neemt Sam en Merel nog wel serieus, maar hij zegt dat alles wat wij doen niet gebaseerd is op enige vorm van kennis. In principe niet gebaseerd is op enige kennis. Ja, in principe, ja. In principe. Ja, dat is ongeveer hetzelfde. He? Dus wij hebben geen enkele kennis van zaken. Meneer Bomans, die mag van mij, iedere mening over ons hebben die hij maar heeft. Ja, het likt me reet. Okay. Kan mij dan nog schelen. Nou ja, je neemt hem niet wij serieus. Hebben toch ook, nee, we hebben toch ook iedereen een mening. Ja, dat weet ik. En dat extra maar als Bormans het ook gaat doen, wordt het wel bedenkelijk, hoor. Boman, ja.